Isabel's Wereld, met mij, Isabel. En vandaag hebben we twee gasten. En die zijn al bekend van de Marshmallow en Nutella Slime video. En hebben jullie die nog niet gezien? Wat zijn jullie namen? Ik ben Lega. En ik ben Ben. En dus hebben jullie die video nog niet gezien? Ga eens even kijken. En ik zal de link hieronder doen. En vandaag gaan we weer een slime maken. Goh! We maken hier echt heel vaak slime. Ja, ja. Maar vandaag gaan we slime zonder lijm maken. Huh? Maar hoe gaan we dat dan doen? Ja. Maar we hebben twee recepten die we vandaag gaan maken. En wat is het eerste recept? Nou, je hebt nodig voor het eerste recept peel-off masker, baking soda, lentevlies of met borax. En wij doen er scheerschuim in, zodat het nog een beetje fluffy wordt. Ja, zodat we lekker fluffy slime worden. Krijgen. En wat is het tweede recept? Voor de tweede heb je shampoo nodig en suiker. Dat is zout. Oh. Oké, en natuurlijk heb je een kom nodig. Ja, wij hebben hele grote. Ja. En een vorkje, maar je kan ook een lepel gebruiken, dus wij hebben het allebei. En we hebben hier een klein bakje, want zometeen bij het eerste receptje hebben we baking soda en lentevloeistof. Maar die moeten eerst een klein mengseltje gaan maken. En dan pas kan het bij het peel-off masker. En het moet echt een peel-off masker zijn. Want als je dat misschien opsmeert, merk je wel dat het een beetje jelly is. Dus dat is het beste. En geen wash-up masker dus. Nee. Maar voordat we gaan beginnen, abonneer nog even op Isabel's Wereld. En geef zeker een hele dikke like. We hebben even het suiker zout aan de kant gelegd. En nu gaan we beginnen met peel-off masker. Dat koop je bij de Kruidvat voor 2 euro. En dan doen we de peel-off masker in de kom. Zo. En dan gaan we even doen. Nee, grap. Zo krijg je natuurlijk nooit. Oké, 3, 2, 1. Het is zwaar. Misschien moeten we de dopper helemaal afdoen. Oh ja, dat is misschien wel slim. Zo. De dopper afdraaien. Het ruikt in ieder geval lekker. Oh, dit gaat wel simpel. Oh. Ja, gaat veel beter. Ja, wow, dat ziet er veel beter gaat dit. Wij doen gewoon de hele tijd. Oh, dit ruikt lekker. Er zit draak. Lukt het maar. Ik ga lekker alles starten. Oh ja, draak het erbij. Want normaal, met lijm, als je het met lijm maakt tenminste, heb je die sterke chemische en Het wordt een beetje chemisch. Oh, bij mij wordt het een beetje chemisch. Maar nu heb je die niet, want dit ruikt zo lekker. Ik ga hem helemaal opmaken. Vinden wij. Bij mij is hij op. Deze zijn leeg, dus ze mogen weg. Zo. Oké, dan gaan we nu verder met het mengseltje van lensvloeistof en baking soda. Zo, dan draaien we de dopper af van de lensvloeistof. Oké, wacht. Ik doe even eerst wat lensvloeistof in het bakje, want hier hebben we ook nog een extra bakje staan voor het mengsel. Ja, dus dan. Dit bakje. En dan hebben we de lepel nodig. Dus dan maken we de baking soda open. Oh, in het bakje. Moet je veel hierin doen? Weet ik niet. Zo? Twee schepjes. Ik doe wel gewoon zo. Wel, ik doe nog één schepje, want de eerste was echt een heel klein mini schepje. Ik doe er iets meer in, want ik zie dat het iets meer heeft. Ja. Dan gaan we mixen. Ja, dat ik nu genoeg heb. Ja, dat denk ik ook. Twee lepeltjes. Dat dit wel goed is. Twee lepeltjes. Ik denk dat dit wel goed is, want het moet een beetje grijzig worden. Dus ja, dit is wel een beetje grijzig, dus... En de tweede. Ja, ik denk wel dat dit wel goed is bij jou. En gaan... Wow, je hebt best wel veel mee gedaan. Ja, ik denk het. Oké, ja, ik denk dat het, als jij klaar bent met roeren, dat we het dan erin kunnen doen, denk ik. Ja, oké, ik ga het erin doen. Ja. Beetje bij beetje moet wel. Doe even mijn vork. Nee, dat doe ik niet. Dat moeten we als aan het laatste. Want eigenlijk hoeft de scheerschuim niet, maar wij vinden het wel lekker omdat het dan lekker fluffy wordt. Ik doe even maar een heel klein beetje. En nu... Het wordt een klomp. Ik ga het nog niet aandurven te raken met mijn vingers, denk ik. Nee, ik ook niet. Oké. Ja, ik heb het toch gedaan en het was een hele slechte keuze. Je hebt al gauw best veel. Ik heb gewoon alles. Ik ga gewoon met mijn lepel erin.
Oh, dit is echt een heel... Wow. Oh, zo lekker. Ik ga eerst nog even goed doen. Ik ga even mijn vork proberen. Ik ga het aanraken als het van de kom loslaat. Ja. Ja, ik raak het van de kom. Want het plakt wel nog aan mijn vork. Ja, bij mij ook. Dus ik durf het nog niet aan te pakken. Bij mij ook. Ik doe de rest erbij. Ik heb nu alles erbij gegooid. Ik weet niet of het... Alles? Oh, Isa, dat had je echt niet moeten doen. Ja, ik heb het wel gedaan. Ik heb ook alles erbij. Het is al gebeurd. Ja, mijn plak nog een beetje. Oeh, die van mij ook. Die van mij ook. Bijna in mijn haar. In je haar? Ja, die van mij plakt gewoon niet meer ook. Die van mij kan ik alvast gaan kneden. Nee, ik ga nog een beetje. Oh, mijn plak nog. Dus ik kan mijn... Oh ja, ik kan die van mij alvast... Ja, ik kan die van mij alvast gaan kneden. Waarom heb ik eigenlijk zijn van lijm gemaakt? Nou, ik krijg ook heel veel reacties onder mijn slijmvideo's. Ik mag geen slijm maken, want mijn moeder vindt die slijm niet zo... De lijm vindt ze niet zo heel fijn, want dat kleeft overal aan. Dus hier is het recept om slijm zonder lijm te maken. En het is ook nog best wel goed, eigenlijk. Ja, het werkt echt heel goed. Het voelt wel een beetje fijn, ja, maar ik vind het wel wat fluffy. Ja, het voelt een beetje apart. En plakt nog een heel klein beetje. Maar ik heb nog een beetje baking soda nodig. Ja. Ja, bedankt. Dan doe ik een beetje op een lepeltje. Het is wel echt een hele mooie kleur roze. Ja, dat wel. Je kan er een kleurstof volgens mij wel bij doen. Maar dan het is echt heel erg apart. Ja. Zo. Mijn is nog een beetje hard en ik denk wel dat ik voor de schreeuwschuim ga. Ik ook. Ik denk dat ook, maar eerst moet ik nog even deze baking soda. Op mijn is het best goed uit elkaar. Moet je dan scheerschuim doen? Weet ik niet. Ik denk het wel, ja. Want die van mij was ook een beetje nattig. Oh, maar nee, niet meer. Oh, mijn gek. Oh. Nou, toch alle drie anders slijm, want deze is heel hard en die is heel zacht of zo. Ik weet ook niet hoe. Misschien heeft die andere meer scheerschuim of zo. Nee, dat kan niet, want dat heb ik nog niet gebruikt. Ja, ik denk... Maar dat gaan we nu wel gebruiken. Ja, omdat ik wil hem wel echt lekker fluffy hebben. Want hij is nog wel een klein beetje hard. Maar ik vind het ook lekker fijn moeilijk. Oké, ik ga beginnen met een... Oh, ja. Oké, ik ga beginnen met een beetje. Die video is lekker. Ik denk dat ik straks zo met mijn vingers, daar heb ik echt zin in. Zomaar... Ja, ik ga ook. Ik ga beginnen. Met een klein beetje. En hij gaat nu. Zo, dat is eigenlijk best veel. Leuk. Ik heb hem lekker open. Wow. Kijk, mijn hele handen zijn fluffy. Jan. Fluffy handen. Nou, ik denk dat dit op zich even goed is. Wacht, ik doe er nog een beetje bij. Ja, ik denk dat ik gewoon met mijn handen ga. Midden is heel lekker nu. Ja, midden, dat zie ik. Oh. Wacht, mijn vork even. Nou. Ik ga... Maar iets te lekker, denk ik. Wow. Nee, wat heb je gedaan? Hij moet best wel lekker. Ik ga er gewoon een proefje van maken. Bij mij kan dat wel niet meer. Oké. Okay. Hij plakt gewoon niet. Ik denk dat ik beter ben met lijm gewoon. Want ik kan deze beter op mijn gezicht smeren. Nou, nu niet meer. Want nu is het al heel erg lelijk. Ja. Pasta gekleurd. Wat ik wil doen is altijd heel graag met mijn films in het slijm. Dus zullen we dat eens proberen? Dus midden nu kan het. Even het geluid. Kijk. En die voor mij maakt niet echt zoveel geluid. Wow, mijn is ook helemaal. Kijk, ik kan het zo heel erg. Het voelt zo raar. Uitstrekken. Ja. Ik snap niet wat er verkeerd is gegaan. Maar zullen we verder met de volgende? Ja. Ja, doe dat maar. Even de cijfers doornemen. Nou, ik met getallen denk ik dat ik dit een 9 geef. En met duimpjes... Het zelfs op je haar. Met de duimpjes geef ik het... geef ik het duimpje omhoog. En jij? Nou, ik geef denk ik een 7 en duimpjes een halve. Oh. Ik geef qua duimpjes 2, nee 3, nee 4, 5, 6, 10 duimpjes naar beneden. Met een boos gezichtje erop. En ik geef qua cijfers een min 10. Ja,
Een beetje nog lager. Wacht, even kijken of je ook dit kan doen. Volgende recept is shampoo. En met zout. Geen suiker. Ja, ik weet het niet. Zout. Oké, en dan moeten we dat gewoon mixen. En ja, dan hoort er goed slijm uit te komen. Mag ik het bij jou? Ja. Oh, even je vakje. Ja. Oh ja. Oh, echt. Een rare kleur. Niet te veel doen. Nee, ja. Zo is het toch. Wow. Oh, ik doe een beetje hetzelfde zoals jij. Oepsie. Oepsie. Als het in je haren komt, maakt het niet uit, want het is toch shampoo, ja? Dus... Okay. Ja, zo heeft die zaad. Zo. Het is helemaal goud. Goud. Wow. Er zit echt veel in eigenlijk. Wow, dit voelt best wel raar. Dit is eigenlijk ja, echt, van... Okay. En misschien kunnen we er zelf wat meer bij doen. Nog een klein schepje. Ongeveer één goede schep erin. En dan wordt het klonterige shampoo. Het wordt juist heel waterig ervan. What? Hoe kan dat? Hoe kan dit dan? Nou, het wordt klonterig. Het is minder. Als je gaat roeren, dan wordt het juist waterig. Mijn wordt best, ja. Als je beter gaat roeren, dan... Misschien moet je er heel veel in doen of zo. Of juist heel weinig, dat we veel te veel hebben gedaan. Oops. Ja, dit gaat dus kijk, dit dan. Misschien moeten we nog een beetje shampoo bij stoppen. Zo, dat ja, dat denk ik wel. Dit is gewoon water, maar dan met shampoo en zout. Zo, water, maar dan met een zoutje. Het nu is. Ja, het wordt al wat dikker. Dus ik denk dat het gewoon om de shampoo ligt. Dat we... Oh ja, zo wordt het al wat dikker, ja. Maar ik denk dat ik er dus nog een beetje shampoo bij moet. Ja, ik ook. Nou, bij mij wordt het wel dikker, maar het blijft niet, ja. Het is niet echt slijm. Het wordt niet echt slijm, het is gewoon een dik soort pap water. Ja, ik hoop dat het wel nog gaat werken. Ik hoop het ook. Oh ja, die van mij wordt nu al een beetje apart. Nou, vorige keer was het alleen met mij mislukt, maar nu is het gewoon echt een dikker, waterige pap. Dus als je er met je vork doorheen gaat, is het al een beetje zwaarder dan water. Nou, bij mij niet. Ja, bij mij het is, het is gewoon heel vreemd. Het enige wat... Maar... Alles behalve slijm. Laten we er dan wat scheerschuim en wat lenspunt ja, erbij doen. Ik ga eerst scheerschuim doen. Ja, begin even met lenspunt. Ja, begin even. Oké, ja, nu ben ik. Oké, ik denk dat dit het zo. Nee, niet zo dicht aan het vorkje. Ben benieuwd of dit gaat lukken hoor. Ik ga alvast een beetje mengen. Nou. Zo. Mijn beurt. Wow, dat is veel. Ja, we moeten heel lang roeren, denk ik. Oh, zo. Zo, meer. We moeten recht houden. Zo, nu is het wit bij mij. Ik ga er wat lensjes nog bij. Het wordt juist hopelijk fluffy. Ik hoop echt dat ik weet niet of dit gaat lukken. Nou, hoor. Ik denk dat lijm toch wel echt het slijm maakt bij mij. Ja. Hier. Nou. Vraag het me af. Dit wordt. Mag ik nog een beetje scheerschuim? Denk ik echt wel iets. Ik hoop het. Ik denk dat ik nog wat lensfluss over ga. Wij gaan nu nog een beetje bij elkaar loslaan. Zo, nou, en ik. Wow, het wordt wel dik. Ik doe niet al te veel, want ik ben dan bang dat het te hard wordt. En ik doe wel veel. Vind ik niet zo fijn. Ik vind het ook niet fijn als het te hard wordt. Maar zometeen als het te hard wordt en het is überhaupt slijm geworden. Het is gewoon pap. Ja! Pap met. Dikke pap. Kunnen we er nog een schepje zout bij doen? Ja. Misschien dat dat nog beter wordt. Ja, en misschien niet. Dan is bij ons tenminste één snijflik. En vind ik heel zielig van bij Isa dan geen één. Maar misschien werkt het zout. En... Nee, het wordt helemaal wateriger. Mag ik eens proberen? Nee. Dan gaat het bijna uit al het bij zout. Mij is het wel ietsjes dikker hoor. Bij mij niet. Bij mij is het nog steeds één grote witte en shampoo ruikende heerlijk. Nou, ook een witte drank. Dan hebben we tenminste iets. Dus we hebben deze droog, denk ik. Nou,
Dit was echt een fiasco gewoon. Ja, dit is gewoon pak. Ja. Maar willen jullie nou meer video's met? Ja. Ik ben. Dan moeten jullie het zeker achterlaten in de reacties. En dat vinden wij super leuk. Want dan komen we gewoon weer terug. Ja, dan nodig ik ze weer uit. En dan gaan we weer video's doen. Ja. Ja. Maar dan wel als we weer zijn gaan maken iets met lijf. Ja, ik denk dat meer de oude, ja, dat de oude gewoon het fijnste. Ja. Ja. Maar dan hebben we nog maar één ding om te zeggen. En dat is... Doei! Doei!